Welkom, mijn naam is Mieke de Wit, welkom bij Mycelium Productions en vandaag gaan we het over iets heel leuks hebben. We gaan het namelijk hebben over 5 tips om jou als filmmaker beter te maken. Tip nummer 1. Als je een shot zonder dialoog hebt, zorg ervoor dat je het schiet in 30 fps en versloom het vervolgens naar 80% in Premiere Pro. Op deze manier heb je namelijk alsnog gewoon eigenlijk real-time dat het eruit ziet. Maar dan heb je toch een klein beetje het effect van slow motion, waardoor je toch een klein beetje van die voetstappen, van die bunnyhopjes erg uithaalt. Waardoor het er toch net iets wat soepeler uitziet. Ik gebruik dit heel vaak. En voornamelijk in combinatie met een steadicam of een gimbal. Want op een statief heb je er niet zo heel veel aan. Maar in combinatie met een steadicam of een gimbal ziet het er een stuk beter uit. Tip nummer 2. Gebruik ND-filters. Ik heb hier toevallig eentje liggen. En dit is dan een variabele ND-filter. Wat betekent dat als je eraan draait, zoals je kan zien, dan wordt die donkerder of lichter. Deze filters zijn geweldig. Zonder deze filters ben ik eigenlijk nergens. Want je gebruikt een ND-filter eigenlijk als je shot overbelicht is. En als je fotografie doet, dan maakt het niet heel erg uit, want dan kan je de shutter speed omhoog zetten. Maar als filmmaker, als cameraman, kan dat niet. Want als je je shutter speed omhoog zet, dan krijg je een hele onrealistische motion blur. En dat ziet er heel slecht uit. En natuurlijk wil je met zo'n wijd mogelijke diafragma schieten, zodat je die soepele, mooie depth of field hebt. Daarom gebruik je dus een ND-filter. Die schroef je gewoon op je lens. En met een variabele zoals deze kan je hem ook nog verstellen. Daardoor zeg maar, is een soort zonnebril voor je lens. En daardoor krijg je een stuk betere depth of field als je toch te veel licht hebt. Tip 3. Schiet in een zo plat mogelijk kleurprofiel. Op deze manier heb je meer flexibiliteit in je color grading. Je kan namelijk veel makkelijker nog bij de highlights en bij de lowlights dan als je zou kunnen als je gewoon in een standaard kleurprofiel zou schieten. Veel camera's hebben of S-log of C-log. Anders hebben ze vaak iets als Cine D of Cine V. En anders kan je zelf een kleurprofiel maken waarin je de contrast eruit haalt en de highlights en de lowlights eruit. Tip nummer 4. Maak gebruik van sound design in je video's. Ook al heb je eigenlijk alleen maar muziek over je video, sound design, gewoon van dingetjes die je ziet op een scherm. Als je daar gewoon een geluidje bij hebt, al is het maar zacht, dus het hoeft niet eens per se achterop te vallen, maar als het iets heel subtiel is, dan maakt je video's echt een heel stuk beter. Ik maak gebruik van sound design in heel veel video's. Hier laat ik even dus een voorbeeld zien van een video met sound design en dan vervolgens met alleen de sound design. Tip nummer 5. Oefen met natuurlijk licht. Natuurlijk licht is hartstikke fijn, je hoeft geen extra lamp op te zetten. En het geeft een hele natuurlijke look, want het is natuurlijk. Zoals ik gebruik, schiet dit volledig met natuurlijk licht en het ziet er prima uit. Ik ben goed belicht en het ziet er gewoon redelijk professioneel uit, al zeg ik het zelf. Natuurlijk licht scheelt tijd, geld en moeite. Dat waren dan de tips voor vandaag. Vond je dit nou een leuke video? Druk dan even op een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien? Klik dan op abonneren. En dan zie ik jou bij de volgende video. Later.